Meteen door met het eigenlijke wat we hier gaan doen, en dat is namelijk die show. We gaan met de eerste act beginnen en die staan al reeds voor u klaar. Wat vindt u van de revue? Ja, ik vind de revue erg leuk. Ik vind het elk jaar weer een spektakel en dit jaar is het weer helemaal top. De houding van de leerlingen is super. Het is echt één team en je ziet ook vanaf het begin met de doorloop op school dat het echt een groep begint te worden. En tijdens de uitvoeringen, ja, dan is het beneden hier in KAVO in Dok 6, dan is het echt één grote groep en een hele gezellige avond altijd. Ja. Ik vind de revue één van de hoogtepunten op school van het jaar altijd. De revue, ja, daar zit alles in. Zang, dans, sketch. Er komt wat schoolpolitiek voorbij. Ja, en vooral het stukje docent en leerling samen, of eigenlijk moet ik zeggen leerlingen en docent. Dat maakt het voor mij heel erg leuk. Jouw rol aan de revue? Ik zit nu voor het tweede jaar bij de crew. De crew doet zeg maar alles tussen de acts door, opbouwen, afbreken, voorbereiding, heel veel. Ja, dat is een beetje wat het backstage stuk is, ja, dan vooral wat wij doen, zeg maar. We hebben sowieso drie doorlopen gehad. Dat is dat je zeg maar, dan gaan we gewoon op school gaan we, ja, oefenen, zeg maar, gewoon hier nu in Dok 6 ook doen, maar dan, ja, ook een soort generale en dan in de loop daarvan wordt het steeds een beetje, bouw je meer naar het eindresultaat toe. En ja, dat is eigenlijk wel de voorbereiding dan. Nou ja, het is wel traditie bij ons dat we elk jaar een crew act doen. Niemand weet van tevoren wat dat is. En dat is ook, ja, dat kan echt het gekste iets zijn. Gewoon een of andere gekke dans. Of als het nummer Wrecking Ball zo net in is dat iemand op een skippybal door het podium vliegt. Maar het is wel zo dat alles wat we al bedacht hadden weken terug, dan zeggen we nee, mag niet, mag pas de avond van tevoren crew act bekend worden. Een hoogtepunt is in principe deze hele week, want je bent gewoon de hele week hier bezig en is toch weer eens wat anders dan op school bezig zijn hier in Dok 6. En je ziet dat ook allemaal backstage, dat is gewoon leuk. Een van mijn persoonlijke hoogtepunten is toch altijd wel de afterparty vrijdagavond. Dan heb je de laatste show gehad en dan ga je nog met z'n allen flink hier bij Dok 6 nog even na bespreken, zeg maar. Wat wordt jouw act in de revue? Ik ga zingen met twee andere meisjes en één pianist. Hoe bereid je je voor op je optreden? Gewoon de tekst oefenen, denk ik. Ja, we hebben al een aantal keren bij iemand thuis geoefend.